In de eigen loods van Zoelen wordt hard gewerkt aan een wagen die staat als een huis, maar waar ook de nodige beweging in zit. Jachttrofee is de naam van de wagen, van de hand van een ervaren ontwerper, Jari van Winsen. De kop en de slurf van de olifantenkop voor op de wagen moeten gaan bewegen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En dat vergt de nodige techniek. Maar het stukje techniek is wel extra bijzonder dit jaar, omdat we een olifantenkop bouwen aan de voorzijde. En die gaat, als het goed is, als alles werkt, heel veel bewegen. Dus de oren gaan klapperen, de slurf gaat op en neer, van links naar rechts. En de hele kop gaat draaien. En dat gaan we wel zien. Alleen de hoeveelheid werk die daar voorafgaand zit, die zien we eigenlijk niet. En daar zit nogal wat elektronica in. We hebben toevallig vanavond hebben we het over wat voor aggregaat er achter op de wagen moet komen. Die blijkt steeds groter en groter te moeten, omdat er nogal veel techniek in deze wagen zit. Dat is leuk, want je ziet straks wel als het goed is dat hij heel mooi vloeiend gaat bewegen. Maar hoeveel staalkabels en elektronica daarin zitten, ja, dat hebben jullie wellicht vanavond wel gezien. Dus aan de voorkant van de wagen hebben we heel veel techniek. En aan de achterkant van de wagen hebben we een dertigtal schedels. Dierenschedels. En dat ziet eruit als dierenschedels. Dus je zou kunnen zeggen, nou, welk gebied zijn jullie ingelopen om die schedels te verzamelen? Maar al die schedels zijn met de hand gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat ze vanaf computermodel, een 3D-computermodel, in de computer in plakjes gesneden zijn van een centimeter. Vervolgens zijn ze in de computer op een A0-vel uitgelegd, genummerd. Dat vel is naar de printer gegaan, dat is uitgeprint. Dat A0-vel is weer hier in de hal gekomen. Al die plakjes zijn weer één voor één uitgeknipt. Al die papiertjes dus met dat malletje erop zijn weer op een plakje van 1 centimeter piepschuim geprikt. Dat is vervolgens weer met een hittesnijder uitgesneden. Om die hele kop weer met houtlijm al die plakjes van een centimeter weer in elkaar te zetten. Waardoor we uiteindelijk weer een kop hebben in plakjes. Die is geschuurd en gepapiermacheerd. En uiteindelijk is dat het resultaat van de dierenschedel die we nu geplakt zien op het Corsa. Dat is een hele hoeveelheid werk voor één schedel. Maar Jari, was het niet veel makkelijker geweest om echte schedels te gebruiken? Dit kost wel heel veel tijd zo. Nou ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat de gemiddelde prijs van een schedel ergens tussen de 50 en de 500 euro ligt. Nou, dat geld hebben we niet. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon nog dat er geen leed geleden is eigenlijk voor deze schedels. Ze zijn gewoon helemaal gemaakt van materiaal. Aan het eind van het corso kunnen we dus vermelden wat je ook wel eens na een film in beeld ziet. Tijdens het maken van dit fruitcorso zijn er geen dieren gewond geraakt.